En merhaba, vanaf wat ik denk, misschien wel de laatste keer vanuit Turkije. Ik ga namelijk vandaag proberen Georgië te bereiken. Maar eerst ga ik jullie laten zien wat deze gigantische berg vol met groene planten is. Kom uit mij. Kijk. We zijn wat dichterbij en jullie zien het al achter mij. Het gaat heel ver door, het gaat helemaal naar boven. En op dit moment zag ik heel veel mensen die waren dit aan het plukken. Toen ben ik eens gaan vragen. Dit zijn de steeplanten. En nou ja, ik zal stiekem even een blaadje afpakken. Nou, het ruikt niet naar thee. Ik weet wel wat ze ermee doen. Want ze plukken dit allemaal. En dan laten ze het drogen. En dat drogen, dat doen ze in hele grote ovens. Niet zo gewoon op de grond, want dan duurt het veel te lang. En dat doen ze in fabrieken, die heb ik wel gezien. Dit is dan één van die grote theefabrieken. Grote schoorsteen erop. Maar wat hier nou precies gebeurt, mag ik niet weten. Ik heb net geprobeerd of ik binnen wil filmen. Vonden ze niet leuk. Oh, maar het ruikt al heerlijk naar thee hier. Wat wel leuk is, is dat Turkije het meest theedrinkende land ter wereld is. Dus niet Engeland, dat denken heel veel mensen van de English tea. Helaas Engeland, Turkije heeft gewonnen. Mensen hier drinken gemiddeld wel 16 kopjes thee per dag. Dat zijn wel die hele kleine kopjes, zoals in dat filmpje van die vissers. Dus ze zijn ongeveer zo groot. Maar 16 stuks! Ik zou het niet aankunnen. In ieder geval mijn maag of mijn darmen. En misschien, nou ja, mijn blaas zou het niet aankunnen, denk ik. Ik ga nu door naar Georgië. Het is nog ongeveer, ik gok 80 kilometer. Dus flink doortrappen. En hopelijk blijft het droog. Want nu ziet het er zo uit. Tot de volgende!